We hebben een huis vol artiesten en ze brengen vandaag allemaal een ode aan alle mensen met Parkinson. Parkinson is niet alleen de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld, het is ook één van de meest ingrijpende. Parkinson staat bekend als de ziekte waarvan je gaat beven, moeilijk gaat praten en een uitdrukkingsloos gezicht krijgt. Maar dat is alleen de buitenkant, het topje van de ijsberg. Parkinson veroorzaakt ook problemen met slapen, met incontinentie, met seksualiteit en relaties. En omdat het de hersenen aantast, heeft het ook invloed op je denken, op je stemming, op je persoonlijkheid zelfs. Het is een heel ingrijpende en ingewikkelde ziekte. Een progressieve ziekte bovendien. De symptomen nemen in de loop der jaren verder toe. En Parkinson treft ook jonge mensen, zoals we straks zullen zien. Inmiddels hebben 6 miljoen mensen wereldwijd Parkinson. De afgelopen decennia is het aantal mensen met Parkinson verdubbeld. En die groei zet door. We kunnen onderhand spreken van een pandemie. Er is ook positief nieuws, want door onderzoek leren we steeds meer over de oorzaak. En zo leren we ook om die oorzaken aan te pakken en Parkinson te vertragen en uiteindelijk te stoppen. Maar we hebben nog een hele lange weg te gaan. Die weg slaan we vandaag in. Parkinson stoppen begint nu. Onderzoek toont ook aan dat muziek voor mensen met Parkinson een positieve werking kan hebben. Het komende uur gaan we dan ook heel veel prachtige muziek horen. De muziek gaat altijd door. Ja, welkom bij deze speciale live-uitzending vanuit Hotel Arena in Amsterdam. En vandaag brengen we artiesten een ode aan Rob de Nijs en Ernst Daniël Smit. Beide getroffen door Parkinson. En ze zijn hier allebei vanavond, vanmiddag. En dat vind ik ongelooflijk leuk. Hier zitten ze. Heel fijn, mannen. We gaan het uitgebreid hebben ook over muziek, wat muziek met je doet. En ik zei het al, ik ben enorm trots dat jullie er vandaag zijn. Wij zijn ook benieuwd en gespannen. Het wordt echt hartstikke goed, maar het is ook heel belangrijk. Want onderzoekers en deskundigen geven namelijk de laatste stand van zaken in deze uitzending. En we krijgen een kijkje in de levens van mensen met Parkinson. Want Parkinson stoppen begint nu. En jij thuis kunt daarbij helpen. Ga naar parkinson.nl, want voor maar 6 euro per maand kun je al donateur worden. Naast mij zit Bas Bloem. En Bas, ik mag Bas zeggen, want we hebben afgesproken dat we je en jij tegen elkaar zeggen. Jij bent, een heel mooi woord, neurologisch hoogleraar en behandelend arts van Rob en Ernst Daniël. En dan al gelijk de vraag aan jou, want jij hebt er echt heel veel verstand van. Wat gebeurt er nou precies in de hersenen als je aan Parkinson lijdt? Ja, er gebeurt een heleboel, maar het belangrijkste is dat er een tekort aan dopamine optreedt, omdat er een bepaald gebiedje in de hersenen versneld afsterft. En dat is verantwoordelijk voor heel veel van de symptomen die je aan de buitenkant ziet. En dat is daarmee ook wel voor een deel behandelbaar met medicijnen die dat dopamine tekort weer opheffen. Oké, en wat gebeurt er dan precies in de hersenen? Nou, er gaat een gebied, de hersenen zijn een soort champignon op een steeltje. Bovenin dat steeltje zit een gebiedje dat dopamine maakt. En dat gaat sneller dood dan dat bij jou en bij mij gebeurt. En dat veroorzaakt dat hele spectrum aan symptomen. Niet alleen die lichamelijke verschijnselen, maar ook de minder zichtbare verschijnselen. Zoals depressie en angst, moeite met slapen. Het is echt hartstikke complexe ziekte. Ja, en het aantal mensen, dat is heel bijzonder, dat wist ik ook niet. Met Parkinson zal de komende 20 jaar verdubbelen. Jij hebt een boek geschreven, Parkinson-pandemie. Ik dacht dat we al genoeg pandemieën hadden, dit kan er ook nog bij dan kennelijk. En zelf, als ik heel eerlijk voor mezelf praat, en misschien is dat mijn eigen tekortkoming, wil ik bijna zeggen, dacht ik eigenlijk dat het altijd ging om oudere mensen. Maar dat is niet zo, hè? Nee, helaas is dat zeker niet zo. Het woord pandemie gebruiken we bewust. Een pandemie is een ziekte die wereldwijd supersnel groeit. Niemand spaart, jong en oud, man en vrouw. En dat is bij Parkinson het geval. Mijn jongste patiënt is 13, dat is wel heel uitzonderlijk. Maar 10% van de mensen is onder de 50. De piek van de ziekte zit bij 60ers, 70ers. Dat zijn mensen die midden in het leven staan. Die kinderen hebben, kleinkinderen, willen reizen, willen genieten. Dit is niet een ziekte van mensen die afgeschreven zijn. Dit is een ziekte van mensen die midden in het leven staan. En dat maakt de impact van die ziekte zo groot. Ja. Je bent behandelend arts van Rob de Nijs en Ernst Daniël Smit. Goede collega's van mij. Ja. Ik heb ook met ze gewerkt. En jij bent hier ook omdat er is eigenlijk, door onderzoek is gebleken dat muziek een ongelooflijk goede manier is om voor mensen met Parkinson, om daar iets mee los te krijgen. Ja. Kun je dat vertellen, wat het nou precies doet? Nou, de introfilm zei het al mooi, hè? Parkinson is gelukkig wel een behandelbare ziekte. En muziek is daarin wel een
heel belangrijk nieuw wapen. Ik heb een filmpje meegenomen om dat een beetje te illustreren. Mm-hmm. Dat is een meneer die als gevolg van zijn Parkinson heel moeizaam loopt. Ja, dat zien we nu. Ja, dat kun je zien. Dit is zonder muziek. Dit is zonder muziek. Dan heeft hij een schuivend loopje. En wat hij heeft ontdekt, en dat is eigenlijk wel briljant, is dat de muziek van Björk, 110 beats per minute, precies voor hem de juiste ritmes geeft om hem weer aan het bewegen te krijgen. Kijk, dan zet hij... En dan gaat hij. En het grappige is dat hij een hele playlist heeft van allemaal nummers die 110 beats per minute hebben om dat bewegen beter te krijgen. En wat bijzonder is aan muziek is dat het op twee manieren als een therapie werkt. Aan de ene kant is het een ritme dat tekort aan dopamine maakt dat je zelf geen ritmes meer kan maken. En lopen is iets ritmisch. Maar door een extern ritme, bijvoorbeeld muziek erop te zetten, kun je weer beter bewegen. De andere component is natuurlijk emotie. Hè? Ik bedoel, je bent zanger en muziek brengt positieve emoties mee. Absoluut. En dat knijpt weer extra dopamine uit je hersenen, waardoor mensen ook beter kunnen bewegen. Dus muziek nu echt en dans als therapie en medicijn voor mensen met Parkinson. Ja, en hebben we nog een voorbeeld? Want ik zie hier, volgens mij heb je nog iets meegenomen. Dit is een dame, die loopt door de tuin vrij. Ja, ja, nou, dat is ook dus fantastisch. Schuivelend. Een mevrouw die ook Parkinson heeft, een schuivelende loop. En zij heeft een manege. En op de muziek waarbij ze haar paarden laat paraderen, kan ze zelf ook weer beter bewegen. En dit is denk ik veel meer ook de emotie die daarmee gepaard gaat. Vind je dat niet fantastisch? Maar dit ziet er eigenlijk een beetje ook uit als, sorry, maar een beetje als dansen. Dat ze dus eigenlijk gewoon op de, nou ja, alsof ze zelf een paardje is. Dat, mag ik dat absoluut zo zeggen? Nee, dat mag je zeker zeggen. En dit is ook een voorbeeld waarbij niet alleen het ritme, maar ook de positieve emotie het bewegen weer makkelijker maakt. Ja, ik vind het heel inspirerend, omdat mensen allemaal zelf hun eigen oplossing bedenken. Als je een DVD van de toppers opzet, dan loop je door het hele park heen. Ja, precies. Die moet iedereen kopen natuurlijk. Nee, helemaal niet. Bas, ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Prachtig dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Het is bijzonder. En wat ook bijzonder is, is dat Sylvia en Anneke zijn twee vrouwen voor wie zingen hun lust en hun leven is. Sinds ze Parkinson hebben, is de rol van muziek in hun leven ingrijpend veranderd. De symptomen van Parkinson die reageren juist op emoties. En zingen is ook emotie. Dus je kiest stukken die je zelf mooi vindt of die je raken of die je zelf schrijft. Dus op het moment dat het je raakt, komen je symptomen om de hoek kijken. Ik kon mijn bladmuziek helemaal niet meer stilhouden. De emotie, dat ging gewoon niet meer. En toen merkte ik ook dat langzaam maar zeker mijn stem ook niet meer de hoogte kon pakken. Dus het werd eigenlijk steeds minder. Zo jammer. Ja, dat doet pijn. Muziek hoort bij mij. Lieve Anneke, alweer 17 jaar trek je op met een ongewenste gast die jij Parkie noemt. Er gaat geen dag voorbij zonder dat Parkinson zich laat gelden. Sylvia en jij missen het zingen, maar vonden een manier om met muziek bezig te blijven. Onderzoek is nodig en vergroot de kans op een beter leven voor mensen met Parkinson. Word daarom donateur en ga naar parkinson.nl. Vorige week ben ik bij Rob de Nijs op bezoek gegaan en Ernst Daniel Smit, die was daar ook en die zei, ik kom aan de keukentafel even praten. We hebben even gepraat over van alles en vooral om te horen hoe het met ze gaat. Ernst Daniel Smit is al meer dan 40 jaar succesvol operazanger en musicalster. Sinds 1994 viert hij met Henk Poort en Marco Bakker grote triomfen als de drie baritons. En als tv-presentator bereikte hij 12 jaar lang een miljoenen publiek met Una Voce Particolare. Rob de Nijs is sinds zijn doorbraak met Ritme van de Regen in 1963 niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekwereld. Hij bracht meer dan 30 albums uit en scoorde een grote reeks hits zoals Malle Babbe, Foto van Vroeger, Alles wat ademt en Bange Hart. In 2019 maakten beide iconen bekend dat bij hen de ziekte van Parkinson was vastgesteld. Begin dit jaar namen ze een lied op waarvan de opbrengst naar Parkinson NL gaat. Voor onderzoek, voorlichting en innovatie. De muziek gaat altijd door. Jullie zijn heel veel in het nieuws geweest om te praten over Parkinson. Dat was lastig. Hoe waren de reacties van de mensen? Bijzonder. Bijzonder, ja. Bijzonder positief. Maar lief ook vaak. Ontzettend ondersteunend en met raad en daad, met allemaal smeermiddeltjes, pilletjes en dat alles is langsgekomen. Iedereen had al een goed advies. Het schijnt dus nog steeds gewoon een taboesfeer te hangen. Ja. Men praat er niet over.
Ik krijg mailtjes van, ik ben blij dat u zegt wat wij denken. Maar is het dan ook zo, want jij hebt heel erg gewacht, Ernst, met naar buiten treden. Ja. Je wilde het zo lang mogelijk verborgen houden. Ja. Was dat schaamte? Nee, dat moest wel op een gegeven moment. Want mensen gingen die zeggen, wat is er met hem aan de hand? Ik ben eens een keer spectaculair gevallen op tv. Dat wil zeggen, ze hebben dat opgenomen en het is uitgezonden. Tig keer. Gevallen achterover op het podium, van het podium. Ja, heb ik ook gezien toen. Dan kan je niet moeilijk zeggen van er is niks aan de hand. Dus, Ik heb een keelontsteking. Keelontsteking. Nee, als je slecht zingt of zo, wat helaas gebeurt bij mij. Dan moet je smoesjes verzinnen als je nog niet weet dat je uit de kast komt. Maar dat hoeft niet meer nu. Dat hoeft niet meer. De mensen weten, als ze mijn boeken weten, dat het minder wordt. Ja, ja. Maar je hebt een hele mooie theatervoorstelling momenteel. Ja, Smelt. Smelt. En dat gaat dan wel goed? Dat gaat wel goed. Want je bent in juni begonnen. En als je dan kijkt van juni tot nu, is er dan een verschil tussen het spelen in juni en nu? Ja, de tremoren zijn steviger geworden. Je trilt meer. Ja. De hele tafel beweegt. Ja. Kijk. Als je eraan denkt, gebeurt het, dan gebeurt het niet. Tenminste, bij mij niet. Slechts. Maar zodra je vergeet dat je trilt, begint het te trillen. Het is een bijna, ja, normaal gesproken zijn andere dingen die automatisch gaan. Maar ja, jullie hebben wel heel veel lol met z'n tweeën, omdat je waarschijnlijk dezelfde ellende deelt. Die humor die blijft. Je moet er wat van maken, hè. En ik ben ook depressief geweest hoor, in de eerste tijd. Ja. Ik denk wel zo, godverdiet Bormans, wat overkomen en allemaal. Ja. En dat getrilde, daar word ik stapel gek van. Probeer maar eens in slaap te komen met het trillen. Daar word je stapel me zoeken van. Je maakt jezelf wakker. Ja, maar het punt is, we zijn nu onderweg naar een oplossing. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Tussen nu en 10 jaar is er een oplossing. Daar moeten goede fondsen voor aangesproken worden. Er moet geld op de... Wat is het allerbelangrijkste in het leven nu, Ernst? Liefde. 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 Mensen die trouw zijn en die van je houden. En waar jij van houdt. En waarvan wij van houden, ja. Het zijn behoorlijk waard. Absoluut. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, liefde is het allerbelangrijkste. En heel veel muziek gaat natuurlijk over liefde. Een van Rob's vele hits, Zonder Jou, wordt gezongen door de prachtige Edcilia Romley. Geniet ervan. Hier is ze. Zo vreemd, maar op den duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen. Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan. Zonder jou is het thuis zo stil, mijn bed zo kil, zonder jou. Zonder jou een verloren man die niet slapen kan zonder jou. Het is zo vreemd, maar soms kan ik jouw stem nog horen. Met mijn ogen dicht zie ik je soms nog staan. Als een dwaas hou ik van jou als nooit tevoren. En ik vraag me af, hoe moet dat verder gaan? In dit huis waren we zo lang samen. Was het daarom dat je ging misschien? Ik schrijf je naam op de beslagen ramen. En ik weet, ik zal je nooit meer zien. Zonder jou is het thuis zo stil en mijn bed zo kil zonder jou.
Zonder jou een verloren man die niet slapen kan. Zonder jou, zonder jou. Cecilia, prachtig gedaan. Rob, prachtig. Als het toch zo gezongen wordt, dit blijven toch schitterende liedjes. Prachtig. Prachtig. Echt schitterend. En dit zijn zeker ook de liedjes die straks in Antwerpen bij je concert voorbij komen, wat je aan het voorbereiden Absoluut. Bent. Want dit zijn natuurlijk die mooie gedragen. Schitterende nummers. Echt super. Dankjewel. Super gaaf. Ondertussen, dat is wel leuk voor ons allemaal, krijgen we reacties van kijkers. En we hebben al de eerste nieuwe donateurs binnen, dus dat is heel erg mooi. En een van de reacties vind ik heel mooi. Ik heb ze net gekregen. Ik ben ondernemer. Ik heb een transportbedrijf. Ik zit in jullie programma te kijken. En heb al mijn 42 werknemers donateur gemaakt. Kijk, daar doen we het voor. Jee. Dat is goed. Hier, mijn vrouw en ik werden geraakt door het verhaal van Ernst Daniël Smit. Ook omdat mijn vrouw zelf Parkinson heeft. We hebben destijds alle afleveringen van Una Voce Particolare gezien. We zijn bijna donateur geworden en steunen Parkinson NL iedere maand op deze manier. Heel, heel erg mooi dat jullie daar zijn. Toppie, toppie. Nou, dat zijn allemaal goede dingen. Ja. Ondertussen is Wilma van den Berg naast me komen zitten. Wilma, welkom. Welkom. Goed dat je er bent. Even goed zeggen, je bent neurowetenschapper en doet hersenonderzoek bij mensen met Parkinson. Ik heb me laten vertellen dat Nederland voorop loopt als het gaat om onderzoeken. Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen 20 jaar echt veel kennis opgedaan over wat er eigenlijk afspeelt in de hersenen bij mensen met Parkinson. We hebben veel geleerd en met deze kennis zijn we nu nieuwe behandelingsmethoden aan het ontwikkelen. We willen heel graag de ziekte remmen, uiteindelijk stoppen en misschien ook nog wel genezen. Wat belangrijk is dat die ziekte eigenlijk al heel lang actief is voordat de diagnose gesteld is. Mm-hmm. Dus vroeg opsporen is belangrijk. Ja, en nu zitten de mensen te kijken en die denken het gaat dus al heel goed, want in Nederland lopen we voorop. Maar er zijn altijd nog centjes nodig hè, voor de onderzoeken. Ja, zeker. Kijk, we hebben nog niet die behandelingsmethode. Dus we moeten nog een aantal stappen zetten. Het is wel haalbaar om daar over 10 jaar te zijn. Dus daar willen we naartoe werken. We willen uiteindelijk naartoe werken dat we het ziekteproces ook kunnen afremmen. Daar zijn we nog niet, maar wij werken met z'n allen heel hard aan. Dus het is realistisch dat we uiteindelijk kunnen stoppen? Ja, het is haalbaar. En dan kun je denken aan medicijnen. Maar je kunt ook denken aan andere interventies. Denk aan bewegen, muziek, sport. Dat kan zeker bijdragen aan het remmen van de ziekte. En remmen is het allerbelangrijkste. Ook voor de heren natuurlijk nog. Dat het zo lang mogelijk goed blijft gaan. En dat ziet er allemaal naar uit. En daar hebben we natuurlijk de kijkers thuis voor nodig. Maar dat is heel erg belangrijk. Want de hulp thuis, hè, zoals wij hier zitten, is ontzettend belangrijk. Want het stoppen van Parkinson begint nu. Dus ik vraag u, ga naar parkinson.nl en word donateur. Dat is heel belangrijk. Terwijl wij er even uitgaan, gaat hier in de studio natuurlijk de muziek gewoon door. Want Burgess Lewis zingt het prachtige Zet een kaars voor je raam vannacht. Oh, ja, tot zo, hè. Je bent het werk en de mensen moe. Eindelijk weer al. Stilte om je heen. Ze lachen om je als je zegt dat je je eenzaam voelt. Als er maar iemand die luisterde, die weet wat je bedoelt. Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Zet een kaars voor je raam vannacht en ik kom naar je toe. Zegt bij andere mensen dat je
dan gerust. Er is altijd iemand die weet wat je bedoelt. Zet een kaars voor je raam vannacht, zodat ik weet dat je op me wacht. Zet een kaars voor je raam vannacht. Dankjewel, Birgit. Prachtig gezongen. Ook tijdens de break heb je ons echt verrast. Dankjewel. Schitterend. Welkom terug bij De Muziek Gaat Door. Vandaag staan we stil bij de snelst toenemende hersenziekte ter wereld. Het wereldwijde aantal mensen met Parkinson is de afgelopen 25 jaar verdubbeld tot meer dan 6 miljoen. En het gaat de komende jaren opnieuw verdubbelen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat er geld binnenkomt voor oplossingen nu en in de toekomst. We moeten de ziekte stoppen en stoppen, dat zeggen we de hele tijd, begint nu. Dus ik vraag het u, word donateur en ga naar parkinson.nl. Inmiddels is naast mij komen zitten Koosje. Hallo. Hoe is het met je? Met mij gaat het goed. Koosje, de dochter van die mooie grote vader van je. Ja. Die ik al heel wat jaartjes ken. Ja, zeker. Ik vind het sowieso bijzonder dat je hier vandaag bent. Want dat is ook niet makkelijk om er altijd maar over te praten. Je bent zelf ook met je muziek bezig en je leven gaat door. En dan vragen we jou hier om zomaar te praten. Dat is natuurlijk voor jou anders dan voor de mensen die of uit specialistische vorm hier praten. Of ja, voor mensen. Hoe is het om je vader zien te veranderen? Ja, dat is best wel pittig en zwaar. Zeker ook als je weet wie die was, is dat soms best wel verdrietig. En het is gewoon waardeloos en vreselijk dat deze ziekte, dat je daar zo van aftakelt. Het is gewoon gruwelijk en dat gun je niemand en zeker je eigen vader niet. En hoe heb je hem zien veranderen? Onzekerder geworden. Was natuurlijk altijd flamboyant en groot en veel praten. En hij is veel stiller geworden en angstiger en bang om zich te laten zien. Gaat steeds op zijn handen zitten omdat hij zich schaamt. En dat hoeft helemaal niet. Omdat, kijk, veel mensen denken ook nog dat Parkinson voornamelijk het trillen is. En hij vindt dat het ergste. Maar ik vind het veel erger dat mensen doen alsof je gek bent. Of niet begrijpen waarom je wat meer hulp nodig hebt. Of dingen wat trager gaan in je hoofd. Dat vind ik veel erger. Ja, dus eigenlijk praat je ook over het gelaten. Hè? Dat je vrij... Ja, dat, ja, dat ja, je denkt van, nou, vind ik dit wel leuk. Ja, en denken gaat ook trager. Dus ja. Wat was volgens jou als dochter bijvoorbeeld het grootste misverstand rond Parkinson? Nou, sowieso dat een ieder zijn eigen vorm van Parkinson heeft. Is natuurlijk niet, dat heeft Bas Bloem al vaak genoeg gezegd. Er is niet één vorm. Mijn vader heeft dan MSA. Dat is dan een vrij gemene broer van Parkinson die helaas wat sneller gaat. Het is gewoon... Het is gewoon vreselijk dat dit op deze manier gaat. En dat moet gewoon gestopt worden. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om hier vandaag te zijn. Om daarin dan een klein steentje bij te dragen aan het feit dat we op zoek gaan naar een oplossing. En zorgen dat deze twee mannen en al deze mensen en iedereen die het treft een wat leefbaarder leven krijgt. Ja, dat zeg je heel erg mooi. Je kan ook prachtig zingen, dat heb je van je vader. Dat gaan we straks ook zeker horen. Want je bent niet alleen gekomen om hier daarover te praten. Je was 7 jaar oud, inmiddels 27 jaar geleden volgens mij. Ja, ietsjes minder. Wat dan? Dat staat hier. Nou ja, dat is goed. Hoe lang is het geleden toen jij 7 was? Hoe oud ben je nu, mag ik vragen? Ik ben nu 31 en een half. Ja, wel en een half is heel belangrijk om erbij te zetten. Je was nog klein toen je vader met twee collega's het prachtige trio eigenlijk begonnen. De drie baritons. Ik ben er ook mee opgegroeid. Mijn vader was een enorme grote fan. Die houdt van operette en opera. Dus die is sowieso... Die vond het leuk dat ik hier zat tussen Rob de Nijs en Ernst Daniël Smit vanwege die prachtige muziek. Ernst, zou je dat nog kunnen? Nee. Goed. Nee, echt helemaal niet? Nee, die operaklanken maken zoals die beide jongens dat nog fantastisch kunnen. Dat is bij mij een beetje weg. Maar als ik me gesteund weet door deze twee... Kijk, Marco Bakker... Is altijd mijn idool geweest. Ze staan inmiddels op het podium, hè? Dus je Marco verwijst... Bakker dan. Ja, oké. Okay. Henk Poort en Marco Bakker, ze zijn hier. En hij is altijd mijn idool geweest. Ik heb altijd zo willen zingen als hij. Hij houdt er een langer vol dan ik. Houdt het langer vol. En Henk is mijn boezemvriend. Henk Poort. Is een man van de straat die de mensen begrijpen. Die een fantastisch gezegend talent heeft. En natuurlijk nou met Floor Jansen een wereldhit heeft gescoord. En binnenkort in een leuke programma staat. En dan gaat het uitgenomen naar zijn programma Helden. Ja, maar dit is dus heel lastig zingen. Want je staat dit weekend sta je in Den Haag.
Ja. Met je theatershow. Dat smelt, daar zing je niet in. Daar zing je helemaal niet in. Dan gaat het over Parkinson, over wat voor invloed Parkinson heeft op je bestaan. Hoe het je langzaam helemaal naar de kloten brengt. Mm-hmm. En er is een jonge acteur, Roland ten Katen, die komt bij mij les halen en die hoort in al mijn gezaggerijn. Okay. Dus het is een hartstikke leuke voorstelling. Over zaggerijn. Nou, het is volgens mij heel mooi. Maar dit is ook prachtig, want Henke Poort en Marco Bakker zien jou als een vriend voor altijd. En speciaal voor jou gaan zij het prachtige nummer Amigos para Siempre zingen. En mocht je je geroepen voelen, dan mag het. I don't have to say a word to you. You seem to know whatever mood I'm going through. Seems as though I've known you forever. You can look into my eyes and see the way I feel and how the world is treating me. Maybe I have known you forever. Amigos para siempre means you always be my friend. Amigos para siempre means our friendship cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Look at you, I wonder why. There has to come a time when we must say goodbye. I'm alive when we are together. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means our friendship cannot end. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. En natuurlijk Ernst Daniël Amstel. Ja, we hadden niet gedacht, de drie Bartons. Ik zie Henk dat je het enorm raakt. Goed, man. We zijn mijn twee helden. Het is ongelooflijk dat je na 25 jaar gewoon nog steeds dezelfde emoties kunt opbrengen. En dat wij gewoon amigos para siempre zijn. Vrienden voor het leven. Ons lijflied. Ons lijflied, Ernst. Ja. En daarom vind ik het ook echt heel belangrijk. Ik ga het gewoon een keertje zeggen. Iedereen gewoon in Nederland, ik weet niet meer waar de microfoon of waar de camera is, kan me ook niet schelen. Recht voor je jongens, gewoon donateur worden. Parkinson.nl. Die ziekte moet er leven uit, het moet eruit, weg. Absoluut, het is maar €6 per maand. Dus niet. Dankjewel jongens, mooie woorden. Heel dierbaar dat jullie er waren. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ook als je daar staat, jullie hebben volgens mij zoveel lol gehad. Want dat zie je al
met de geintjes het dansen, wat jullie in mekaars oor hebben gefluisterd, nee, dat willen we misschien niet eens weten. Nee, dat wil je niet weten. Nee, dat dacht ik al. Blijft een kwajongen en altijd jeugdig, dat is mooi. Bij Parkinson denk je vaak aan oudere mensen, maar de ziekte wordt steeds vaker ook bij jonge mensen vastgesteld. 1 op de 6 mensen met Parkinson is onder de 40. Ook het leven van Robin staat totaal op zijn kop als hij op zijn 31ste te horen krijgt dat hij Parkinson heeft. Als er 2 mensen zijn die in elkaar de ware vinden, dan zijn het wel Robin en Marion. Ik zou me niet voor kunnen stellen om zonder haar te leven. Robin is echt de man van mijn leven. Ik vind hem echt heel erg leuk en lief en slim. Het huwelijk van Robin en Marion in 2015 is als een sprookje. Alles in festivalstijl, waar het koppel zo van houdt. Het leven lacht ze toe. Ze maken volop plannen voor de toekomst. Een gevoel van we worden heel oud samen en we gaan nog allerlei leuke dingen doen. We hadden het plan om het samen zo in te richten dat Marion echt een fulltime baan zou hebben en dat ik thuis voor de kinderen zou zorgen. En dat we nog naar festivals zouden gaan en zo gewoon al die leuke dingen daarnaast. Maar het loopt helaas anders. Robin heeft al een tijd last van een stijve arm en een pols die scheef staat. Als het stel een reis naar Amerika maakt, worden Robins klachten erger. Terug in Nederland laat hij zich uitgebreid onderzoeken. Die neuroloog zei toen eigenlijk vrijwel meteen van, ik vermoed dat het Parkinson is. En ja, dat was een vervelend moment, want op dat moment, niks wetende van wat Parkinson echt is, dacht ik dat ik doodging. Toen ik over de opluchting van hij gaat niet dood heen was, besefte ik wel dat er wel ook iets ergs aan de hand was. En dat Robin toch langzaam gehandicapt zou gaan worden. En zo slaat de mooie droom om in twijfel. Zit die lang gekoesterde wens samen een kind te krijgen er nog wel in? We hebben overwogen of we het nog wel wilden. Maar eigenlijk is voor mij is de kinderwens zo groot en voor Marion ook, dat we willen het sowieso nog. Als we een babytje zouden hebben, of Robin dan luiers kan verschonen en of het überhaupt lukt wat we hebben bedacht. Dat ik blijf werken en dat Robin thuis is. En dan denk ik, ja, gaat hij dat kunnen de hele dag? Het is iets wat ik niet wil missen. Ik wil zo graag een kind opvoeden. Dat is iets wat ik altijd al heb gewild. En Robin heeft nog een droom. Zijn bedrijf uitbouwen waar kinderen, vooral autistische, hoogbegaafde kinderen, door spelletjes te doen, beter leren samenwerken en communiceren. Ik heb het gevoel dat ik daarmee iets bij kan dragen aan de samenleving, om het een beetje groots te zeggen. Zoveel mogelijk kinderen kunnen helpen om de problemen die ik zie op te lossen. Robin is 34 jaar. Hij kan nog veel, maar hoe lang nog? Je bent je constant aan het aanpassen aan de dingen die je niet meer kunt. Ik moet Robin helpen met aankleden. Soms zit hij in een strakke broek, komt hij niet uit bijvoorbeeld 's avonds. Of een blouseje dichtknopen. Robin heeft me wel echt een keer heel emotioneel gezegd van, als je dit niet wil, dan ga maar. En dat vond ik echt heel erg, dat was een heel moeilijk moment. Want hij had echt iets van, dit wil ik je eigenlijk niet aandoen en jij kan nog iemand anders kiezen. Maar ja, ik had echt iets van, hoe kom je daar nou bij? Onderzoek is heel belangrijk, zeker voor deze ziekte. Omdat het zoveel mensen treft en omdat het steeds meer mensen treft, is het heel belangrijk dat er een oplossing komt. Wij zijn de ouders van Robin en schrokken toen de diagnose Parkinson bij hem werd vastgesteld. De ziekte die dus niet alleen je ouders treft, maar ook je kind. We hopen dat er snel iets gevonden wordt dat deze ziekte kan stoppen. Onderzoek is duur en er is veel geld nodig om onder andere onze zoon Robin te helpen. Word donateur en ga naar parkinson.nl. Koosje, we hebben er net mooi horen praten over de vader. Zing samen met Jim Bakker met favoriete Rob de Nijs nummer van Ernst Daniël. Het is Witte Duif. Geef ze een geweldig applaus. Als ik ooit weg zou varen van vreemden die vrienden waren, in liefdes verloren jaren, waar in die zee zal jij zijn? Zou jij mijn noord-noord-zuid zijn? De kus op mijn zoute huid zijn? De komst van de witte duif zijn? De stip aan de horizon? Als ik ooit weg zou varen, weg in een zee van tijd, en mijn ding kon bewaren, mijn schip, mijn lief was jij.
ben jij mijn witte duif. Ben jij mijn witte duif. Als ik als lucht gevlucht ben, los van mijn vaste grond ben, alleen maar een ver gezicht ken, sla je vleugels dan rond mij. Want jij zal mijn stille kracht zijn, de wereld waarom ik lach zijn, mijn schip in de kille nacht zijn, liggend op het tij bij mij. Waar ik ooit ben gebleven, jij kijkt mij altijd aan. Liefde nog steeds in leven, ogen nooit dicht. Parkinson is een invaliderende ziekte. Dat is heel vervelend ziekte waarin je steeds verder achteruit gaat. Een van de zoveel ziektes van het zenuwstelsel. We zijn op de grens van nieuwe technieken en nieuwe onderzoeken. Ja. We hebben een push nodig. Alles kost geld, dat weten we. Dat hebben we gezien met de COVID-tijd. We moeten gewoon geld gaan bij elkaar gaan verzamelen, zodat deze ziekte, zeker wat jeugdige mensen betreft, verbannen wordt. En daarvoor zijn donateurs nodig? Het stoppen aan toevoegen. Het stoppen begint nu. Dat is het allerbelangrijkste. En daar gaan we voor. Ja. De muziek gaat altijd. Yeah. We zijn nog steeds live. En welkom terug bij De Muziek Gaat Door. Vandaag staan we stil bij de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, Parkinson. En brengen bekende artiesten een ode aan alle mensen met deze ziekte. Ook Rob de Nijs en Ernst Daniël Smit zijn erdoor getroffen. Je hebt een fantastische carrière om terug te kijken. Ja, je hebt mooie dingen mogen doen. Maar je wil door? Ja, het liefst wil ik natuurlijk zingen de kist in. Of de urn in, of wat dan ook. Dat gaat niet gebeuren, hoewel... You never know. You never know. Maar ja, het is wel... De emoties zitten wat meer in de oppervlakte. Dan vroeger. Daarom is die grote bek ook weg. Dus ik heb mijn ziekte nodig, ga om een grote bek af te leren. Dus, maar je hebt wel de humor, die ben je niet verloren. Nee, maar goed, je moet... Ik kan moeilijk met elkaar zitten. Zo van. Dus dat gaan we niet doen. Dat doen we niet. Moet we ook doen. Rob, we gaan ervoor. Jullie gaan ervoor, helemaal. Ja, Parkinson NL helpt mensen met Parkinson met voorlichting, innovatie en onderzoek. Steun Parkinson NL en word donateur, ik kan het je niet vaak genoeg zeggen, voor €6 per maand. Wanneer je hoort dat je Parkinson hebt, staat je leven volledig op zijn kop. Maar Parkinson heb je niet alleen. Hoeveel impact de ziekte heeft op je geliefde zien we in het aangrijpende verhaal van het jonge gezin, de familie Geldmeijer. Ik denk dat iedereen Prins Klaus wel kent, of in ieder geval van mijn generatie nog. Dat was een beetje het beeld dat je had van Parkinson. Oude mannen met een strak gezicht. Soms wat trillend, wat stijf. En dat is je beeld wat je dan hebt. En op dat moment heb je zelf een trillende hand. In 2008 krijgt Danny voor het eerst klachten. Zijn hand begint zomaar te trillen. Danny wijdt het aan de stress en het harde werken en negeert het probleem. Maar kort daarna, tijdens een duikvakantie, gebeurt het opnieuw. Dus dan heb je eigenlijk helemaal geen stress gehad. Is het even spannend onder water en is gaat die hand weer trillen. En toen realiseerde ik me dat het eigenlijk niet goed zat. Hij kwam terug van het duiken. En
Hij zei, ja, mijn arm deed raar. Ik denk, we even naar de dokter moeten gaan. Ik denk, ja, is goed. Pas als je dan inderdaad naar het ziekenhuis gaat en de scans gaat. En dan denk je, wat gebeurt hier? En toen we te horen kregen dat van, nou, uw man heeft Parkinson, dacht ik, wat is dit? Nou, toen hebben we al even lopen prullen op de parkeerplaats. Danny kreeg de diagnose een paar maanden voordat wij gingen trouwen. Dus wij gaven elkaar de rechterhand en Danny trilde heel erg. En eigenlijk niemand van onze gasten wist dat Danny Parkinson had op dat moment. Dus als je elkaar dan trouw belooft, is dat heel heftig. Je weet totaal niet wat je leven gaat zijn. Na de diagnose Parkinson lukt het Danny om nog een paar jaren door te werken. Maar wordt dan afgekeurd. Ook Claudia raakt haar baan kwijt. Ze kan de fulltime mantelzorg voor Danny niet meer combineren met haar werk. Je doet eigenlijk alles alleen. Het is hem helpen aankleden, zijn schoenen aandoen, 's ochtends vroeg een boterham klaarmaken, theezakje openmaken. Je gaat even naar de glasbak om het plastic weg te brengen. En dan ben je 5 minuten weg en dan kom je thuis en dan merk je alweer dat je eigenlijk alweer 5 minuten te lang weg bent geweest. Ik denk dat het ook voor Claudia nogal een impact is geweest op haar dromen en ambities die ze gehad heeft. In het gezinsleven, ook qua werk. Ook zij heeft moeten inleveren. Er zit geen oor aan, schat. Is dat vervelend? De druk op Claudia loopt begin vorig jaar zo op dat ze volledig instort. Juist op het moment dat Danny een medicijnpomp krijgt en zelfs weer kan lopen. Dan gaat hij daar als een rolstoel naar binnen, komt er lopend uit. En ik viel in een gat. Dankbaar, super dankbaar dat hij alles weer kon. Maar wie was ik? Ik heb alle ballen hoog moeten houden om mijn gezin draaiende te houden. En ben mezelf echt compleet kwijtgeraakt. 5 maanden lang ligt Claudia in het ziekenhuis. En als ze weer thuis komt, is Danny inmiddels weer teruggevallen en aan een rolstoel gebonden. Als alles mee zit, hè, ik ben ontspannen, het weer zit mee, de kinderen zijn rustig. Dan zit een stukje lopen er wel in. Maar de conditie op dit moment is niet best. Inmiddels doet Claudia weer alle mantelzorg in het gezin. De kinderen helpen graag mee, maar Danny en Claudia waken ervoor ze te veel te belasten. Ze hebben het al zwaar genoeg. Zo zit een welverdiende vakantie er al jaren niet in voor ze. We plannen dagjes uit met de kinderen. Om op die manier te compenseren dat we niet een langere tijd op vakantie kunnen. En we doen dat in Nederland, omdat naar het buitenland gaan te veel moeten regelen. Yeah! Parkinson heeft ons veel ontnomen. Vreselijk veel verdriet, woede en onmacht gebracht. Maar ondanks alles blijven wij positief. En heeft het leven ons betekenisvoller gemaakt. Meer onderzoek kan in de toekomst voorkomen dat mensen met Parkinson krijgen. Help mijn papa en andere papa's en mama's met Parkinson. Ga naar parkinson.nl en word donateur. Ja, en zo is het. Er is namelijk goede hoop, hele goede hoop, dat we de ziekte van Parkinson uiteindelijk een halt kunnen roepen. Maar dat kan alleen als we het samen doen. Als we samen Parkinson.nl steunen. Dus ga naar parkinson.nl en word alsjeblieft donateur. Doe het voor iedereen. En wij zingen nu samen de titelsong van dit programma. De muziek gaat door. Ooit sta ik net als allemaal te buigen voor een lege zaal. En klinkt alleen nog mijn muziek voor een gefantaseerd publiek. Als in een droom is in mijn oor de echo van het applaus te horen. De tijd is mij voorbij gereisd en ik weet, het is mooi geweest. Mijn muzikale testament blijft achter als ik niet meer ben. Als jij me hier niet langer ziet, herinner mij dan als een lied. Er staat geen slotakkoord, want stemmen gaan te hoog. Maar de muziek gaat altijd door. Het heeft zo vaak om mij gedraaid, nu zijn mijn woorden weggewaaid. En ik hoor zonder het te snappen mijn stem naar adem happen. Ik voel iets wat ik niet wil voelen.
een diepe angst voor lege stoelen. Voor wie gewend is aan muziek, succes is dit een hele harde les. Maar mijn muzikale testament blijft achter als ik er niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet, mij dan als de lied. Er staat geen slotakkoord, want stemmen gaan ten onder. Mijn muziek, de muziek gaat altijd door. Zoals een lied, de dove vuur, dat wordt het geeft en eeuwig duurt. De fakkel gaat van hand tot hand, van muzikant tot muzikant. Maar mijn muzikale testament blijft achter als ik er niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet, herinner mij dan als een lief. Want stemmen gaan te loor, hun klanken waaien uit. Ze zullen weer vergaan, maar de muziek gaat altijd door. Maar de muziek gaat altijd door. Ik wil speciaal even een grandioos applaus voor Rob de Nijs, die in Antwerpen een prachtig concert gaat geven. Hij zit vol in zijn voorbereiding. En natuurlijk Ernst Daniël Smit, die dit weekend nog op de planken staat met zijn theater Zo Smelt. Je kunt uiteraard ja, absoluut, want ze gaan door en het gaat goed. Je kunt uiteraard nog steeds donateur worden. Ik vraag het u voor de laatste keer. Ga naar parkinson.nl. Dan gaat niet alleen de muziek door, maar ook onderzoek, innovatie en vooral voorlichting. Allemaal jongens, Rob, Ernst, de artiesten van vanavond, maar ook onze onderzoekers. Maar vooral, en dat is het allerbelangrijkste vandaag, de nieuwe donateurs. Enorm bedankt. Dit was De Muziek Gaat Door. En ook na de uitzending kunt u gewoon donateur worden. Zeg het tegen de mensen, deel het, vertel het. Ergens is het terug te vinden en terug te zien. Het is zo belangrijk. Fijne avond. Maar mijn muzikale testament blijft achter als ik niet meer ben. Als jij mij hier niet langer ziet, herinner mij al als een lied. Want stemmen gaan ze door, hun klanken waaien uit. Ze zullen weer vergaan, maar de muziek. De muziek gaat altijd door. Dank u wel.